morning. Lava. Mandalay, het klinkt zo mooi. Maar de paar dagen dat we hier zijn geweest, heeft het op ons toch vooral een broeierige, chaotische indruk achtergelaten. Dat heeft te maken met het feit dat de Chinezen de laatste jaren nogal fors geïnvesteerd hebben. En dat betekent recht toe, recht aanbouw. Raak nog smaak. De meeste toeristen die hier komen, die gebruiken Mandalay vooral ook als een hub voor allerlei excursies in de wijde omgeving van Mandalay. Ik had zelf graag naar de Ubijnbrug willen gaan. Dat is een tiethouten brug, maar die is overstroomd. Daar mag niet eens overheen op dit moment. Dus dat moeten we voor een volgende keer laten. Dag, paleisje. Dag, paleisje. Mandalay achter ons en dadelijk ook Myanmar. We zijn nu op weg naar het vliegveld. Volgende bestemming Bangkok. Zoals vaak bij Air Asia gaat het weer uitermate efficiënt hier. Weinig wachtrijen, petje af weer. Ach, het is niet de ABN AMRO lounge, maar we doen het ermee. Nu had ik gehoopt dat hier achter de douane nog een wisselkantoor was, maar dat is niet zo. Gelukkig is er een mevrouw van een juwelierswinkeltje hier die voor mij de chatjes omzetten in dollars. Het was misschien niet de beste koers, maar ja, ze zijn monopolisten en dan krijg je dat. We doen het er maar mee. Holland. Oh, Holland. Oh, yeah. Milk. Yes. Volgens mij zitten we aan boord met het team van Thailand dat aan de beker te zien de cup gewonnen heeft. Ook de koning reist mee. Hier heb je alleen maar donkere wolken. De regenbui is echt volledig losgebarsten. Ik ben ook drijfnat. En we moeten nog een klein stukje naar het hostel. We hebben het inmiddels gelokaliseerd. Het is aan die kant. Dit hostel hebben we gevonden op Airbnb. De taxichauffeur had geen idee waar hij naartoe moest. Maar we hebben het gevonden en we zijn er. Het is anders dan verwacht, maar prima voor één nacht. Oh,
Welcome to Cruising Road.